Twee dagen feest bij Jongbloed in Heerenveen. De 150ste verjaardag van de drukkerij werd gevierd met twee open dagen waarin het publiek een kijkje kon nemen in het bedrijf. Het weekend trok duizenden nieuwsgierigen. Het begon allemaal met een kleine advertentie in de Leeuwarden Courant in 1862, waarin Auke Jongbloed bekend maakte dat hij een onderneming startte in kantoor- en schrijfbehoeften. Nu is Jongbloed een bedrijf met ruim 150 medewerkers, dat zich mag rekenen tot de digitale voorhoede in de uitgeverswereld. Ze hebben dit bereikt door zich door de jaren heen te concentreren op de kernactiviteit, het uitbrengen van bijbels en bijbehorende concepten. Daarbij is het bedrijf steeds op zoek naar nieuwe grenzen en mogelijkheden. Denk daarbij aan serious gaming, apps en de dwarsligger. Uiteraard was er op de open dagen de mogelijkheid om het productieproces van de Bijbel van dichtbij te bekijken.